17 februari. De vrijwilligers van de IVN Amfibieën en Vissengroep het scherm al vastgezet hier. Voor een groot gedeelte. Niks te vroeg. Het is normaal eigenlijk een tijd dat er dan moet komen staan. Maar normaal zijn ze wat eerder, maar kijk eens hoe mooi dat er erbij is. En de buurt ook weer blij, want die vielen allemaal over de oranje. En nu hebben we groene. Dat is allemaal weer een stuk mooier. Dus ik hoop dat we nou geen commentaar meer krijgen. Zo, het is nog vroeg. We hebben gisteren de schermen gezet. Het is nou de eerste morgen dat ik ga kijken, zeg maar, of dat er iets in zit. Ik ben benieuwd wat erin zit. De eerste emmer. Dus even kijken of dat er iets in zit. Ja, kijk eens. Salamanders. Een pad. Wow. Dat is goed begonnen. En niet zomaar. Wat tel ik er? Ik tel er zo wel. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salamanders. In één emmertje nou. Nou, dat is een goeie begin. Ik moet dat op tijd gaan doen. Dan kan ik ze dat nu terugzetten in een of ander poeletje. Dan hoeven ze overdag die trek niet meer te maken over het land. Want ja, dan worden ze natuurlijk ook weer aangevallen. Nou, de tweede emmer. Dus even kijken. Salamanders. Ja. Ook weer. Wat zijn het voor salamanders? Het is een vintpootsalamandertje. Kun je het mooi zien? Kijk, als je op mijn hand zit, wordt het warm. Dan krijgt hij natuurlijk wel beweging. Kijk. Kijk eens. Want er zit spikkels onder op zijn buik. Zie je? Een vintpootje. Vintpootsalamander. Volgende emmer. Ah, mooi grote pad. Mooi groot pad en een salamandertje. Ja, even eruit halen. Ah, kijk eens. Ook weer een paar padden, een paar salamanders. En wat loopkevers. Kijk, daar heb je er eentje. En nog een andere ding, dat kan ik zo even niet op naam brengen. Dat zoek ik straks wel even op. Nou, paddentrek. Het lijkt wel salamandertrek. Hier zit er ook weer zoveel in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 salamanders en 2 padden. Prachtig. Het is ook wel een hele mooie. Dat is het mannetje. Kunnen zien aan die gele streep op de rug van de Alpenwatersalamander. En als ze nou, kijk, onderkant mooi oranje buikje. Kijk, en hier, volgens mij, hebben we hier een heidekikker. Mooi. Nou. Zo, nog een emmertje. Daar zit ook iets in. Verschillende salamanders en één pad. Jongen, 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 die hebben het vannacht te koud gehad. Ja, en nou krijgen we volgende problemen. Het gaat zo snel tegenwoordig wat allemaal met weer, dat ze beginnen te lopen en dat de vijver nog vol met ijs staat. Dat is toch ook wel wat. Moet niet gekker worden. Waarschijnlijk een week geleden was het nog, wat was het? Min 15. En van het weekend hebben we het over plus 17. Even in te snel rekenen, is 32 graden verschil in een week tijd. Ja, maar met klimaat gaat het verder best goed hoor. Dit is de oogst van vanmorgen. Die ga ik nou loslaten.
Maar die zullen het wel koud krijgen, dat water, dat is ook nog niet alles. Maar in ieder geval dan zitten ze wel vochtig en dat is veel belangrijker. Nou, kom op Patje, jij bent de eerste. Kijk eens. Ja, maar je bent bij het ijs, ik moet eronder. Mooi hè, maar goed dat die beestjes nog zijn. Dan moeten we zijn, of zijn, goed beschermen. Zo, de salamandertjes. Komen allemaal weer tot leven. Ja, doen het mooi goed. Ja, sommige heb ik niet gehad, zie ik wel. Het was ook nog zo koud vannacht eigenlijk. Dan heb ik deze Alpenwater salamander nat gemaakt. Zie je hoe mooi dat die getekend is, de kleuren. Maar over die salamanders, daar kom ik straks nog allemaal uitgebreid op terug. Dat is die ik net ook heb laten zien. Met het oranje onderkantje, kijk. En je ziet ook hier hoe mooi dat hij. Nou, ik laat hem maar los, want. Zo. De eerste avond hebben we gaan kijken naar het schermste. De temperatuur goed is, het regent wat. Dan gaan we eens kijken of de padden hier in de emmer zitten. Want die kruipen er nou mooi langs af, langs het scherm. En als ze dan op een gegeven moment langs het scherm af blijven kruipen, dan vallen ze vanzelf een keer in de emmer. En dan halen wij ze eruit. En dan zetten ze aan de andere kant van de weg en dan worden ze zeker niet meer plat gereden deze. Maar we zullen eens gaan kijken wat het resultaat allemaal gaat worden. Kijk, dit is een avondje langs de schermen af de emmers leeghalen. Dat is toch een flinke oogst. Padden, twee heidekekkers volgens mij, wat alpenwatersalamanders en een paar vinpoten. Mooie vangst en vooral voor de eerste avond. Doei!